Mijn naam is Bas Klo. Ik ben een van de oprichters van Dutch Cuisine. Dutch Cuisine is een samenwerkingsverband dat zich voorstaat om de Nederlandse eetcultuur serieus naar voren te brengen met allerlei duurzaamheidsaspecten. Een van de leuke dingen die we doen is een Green Deal. En daarin werken we samen met Albron. Het gerechtje wat we speciaal voor vandaag ontwikkeld hebben is met pulled leghaan, witte kool, mizuna als mosterdsla, linzen en boekweit geweekt in karnemelk. Dus die samenstelling is met een echte Nederlandse signatuur, een Dutch Cuisine signatuur. En ook gebaseerd op die nieuwe eiwit. Vorig jaar hebben we een pilot gedraaid onder die Green Deal met Albron. En daarin hebben we 5 nieuwe eiwitten gedetermineerd. En zijn we met die 5 eiwitten naar restaurants gegaan, naar verzorgingshuizen, naar allerlei verschillende gelegenheden. En daar is men gaan koken met die 5 eiwitten. Daar zat onder andere bij het leghaantje. Het verhaal van de leghaantjes is natuurlijk het tragische verhaal van mannetjesvlees. Een mannetje produceert geen eieren, is dus nutteloos, dus wat doen we ermee? Over de kling, 30 miljoen per jaar. Dat is een goed voorbeeld van zo'n situatie die wij dan graag een beetje aan de kaak stellen. En hoe kan je dat beter doen dan door het uiteindelijk te vertalen naar gewoon een heel mooi gerechtje. Gebaseerd op een aantal van die nieuwe eiwitten. Het bedrijfsrestaurant, zoals ik al zei, is een hele belangrijke plek. Want er wordt in Nederland heel veel gegeten in bedrijfsrestaurants. Dutch Cuisine wil bereiken dat wij allemaal op een andere manier gaan eten. Dus uiteindelijk de hele maatschappij meenemen in een gezondere, maar ook lekkerdere manier van eten consumeren. Het leuke van een bedrijf als Albron voor Dutch Cuisine is natuurlijk dat ze aan heel veel mensen dagelijks eten geven.